De brug stond helemaal vol van het begin helemaal tot het einde. Die borden ook echt. Al die mensen met borden. Mooi man. Juni 2020 was een historische dag. De dag dat duizenden mensen samenkwamen, ondanks de lockdown, voor de Black Lives Matter demonstratie hier op en rondom de Erasmusbrug. Hier stond toen, vorig jaar stond het podium. Hier hadden we een box staan, daar hadden we een box staan. Ik heb eigenlijk voor het eerst in mijn leven gezien dat er zoveel mensen bij elkaar kwamen eigenlijk voor hetzelfde doel. En dat gaat over de zwarte stem. Wat mij opviel is dat er ook gewoon dat het zo divers was. We gaan een jaar na dato terug naar de plek van de demonstratie met Lorenzo, YMP en Carina. Zij was een van de mede-organisatoren. Op dat moment, ik zeg je eerlijk, toen het zo vol stond, het is een van de trotse momenten, de echt trotste momenten die ik heb gehad als Rotterdammer zijnde. Ik heb witte mensen gezien, gele mensen, groene mensen, hetero, homoseksueel, alles erop en eraan. Ik kwam eigenlijk in opstand om de zwarte stem eigenlijk een echte stem te geven. Om dat te eren, om te laten zien dat het belangrijk is. En dat was voor mij best wel echt een bijzonder moment eigenlijk. De vuisten die werden gemaakt, die werden nog harder gemaakt, met veel meer kracht door de witte mensen, om dat zo te zeggen. Hè, dat was zo mooi om te zien en daardoor ook wel erkenning voor de strijd. Maar wat is het afgelopen jaar veranderd? Dus wat ik wel merk binnen mijn professie, en als ik ook een beetje om me heen kijk, is dat toch meer kunstenaars toch meer plannen goedgekeurd krijgen over de zwarte stem, over de zwarte topics, over het zwarte pijn en over de zwarte kunst. Als het gaat om bij de gemeente, organisaties, culturele organisaties, is nu wel de urgentie om het onderwerp ongelijkheid, discriminatie, racisme echt bespreekbaar te maken. En ook op de scholen. Ik heb gemerkt dat er heel veel makers ook meer in hun eigen zoektocht zijn gaan kijken. En dat daar hele mooie dingen uit zijn gekomen. Aan de ene kant merk je nu wel dat de samenleving open staat voor de zwarte stem. Maar aan de andere kant merk ik toch wel dat er toch niet heel veel veranderd is hoor. Het Songfestival, zwarte man die dat gaat doen voor Nederland. En dan merk je dat toch ook tegelijkertijd wel weer dat de helft van Nederland daar helemaal niet op zit te wachten en daar helemaal niet klaar voor is. En nu moet het ook wel wat meer zichtbaar worden, want de mensen die er dagelijks mee te maken hebben, die zien het niet gelijk. Het mag ook in de wetten, moet je het ook weer zichtbaar, moet zichtbaar zijn. Dus daar moeten we echt wel behoedzaam op zijn, dat we dat wel blijven doorpakken. Ja, we zijn er inderdaad nog lang niet. Als voorbeeld, de gemeente Rotterdam heeft twee plannen tegen discriminatie opgezet. Om een inclusiever beleid te creëren in de stad. Maar aan de andere kant zie je dat de politiegeweld, het racistische appjes van de Rotterdamse politie, minimaal worden bestraft. Hoe zien zij de toekomst? Ik zeg altijd van ik ben niet op het nulpunt begonnen in het leven. Ik ben begonnen op min 10. Nou, mijn zoon is alweer begonnen op min 5. En mijn dochter is nog net niet op het nulpunt begonnen. Dus misschien zou ik niet echt in mijn leven meemaken dat de zwarte stem gelijk is. Maar daar ben ik er heilig van overtuigd dat mijn kinderen dat wel zullen zien. Maar wat we willen is eenheid. En dat hadden we op die dag ook wel. Dat was ook echt zichtbaar. En ik denk dat dat super belangrijk is om dat ook vast te houden. Dus wat ga je die dag daarna doen? Wat mij hoopvol maakt is mijn eigen generatie en de generatie die na mij komt. Als ik kijk naar hoe wij omgaan met dingen, het feit dat we hier met z'n allen stonden en dat er zoveel jongeren waren. Er waren zoveel jongeren. Dat laat zien dat er een verandering plaatsvindt. En ik neem daar ook mijn verantwoordelijkheid in. En daarom doe ik ook dus mee met het koloniale slavernij project. Waar de gemeente Rotterdam mee bezig is. Om echt heel veel informatie op te halen. Want informatie en kennis, dat kan weer leiden tot verbinding. En daar geloof ik in. Mijn kinderen zullen de beweging, wat er is ingezet de afgelopen 10 jaar al, hun zullen daar de vruchten van hebben.